Deze week kwam Team Power Limited langs op de redactie. Het verhaal is inmiddels een beetje bekend bij degenen die het een beetje volgen. We hebben begin van het jaar hebben we een Team Power Limited hebben opgestart. En er zaten drie gasten in. Remy, Mark en Ray. En dat waren drie vrienden die hadden de Rocket League kampioenschappen gewonnen. Nu ging dat in het begin best wel goed, alleen op een gegeven moment waren Mark en Ray die waren gewoon druk met andere dingen en daardoor kon er niet zoveel tijd in het team worden gestoken. Vervolgens hebben wij twee nieuwe spelers aangetrokken en die waren hier deze week op de redactie. Het was een nieuw team met Remy, Jeffrey en met Patrick. Dat zijn dus de drie nieuwe spelers van Team Power Limited. Die kwamen hier langs. En dan moet er natuurlijk een contract getekend worden. Want ja, dat doe je als je een professioneel team wil doen. Daar heb ik ongeveer een half dag op gezeten. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar je moet natuurlijk wat voor afspraken maak je als je een e-sports team hebt. Laat ik er even doorheen gaan. Dat heb ik ook met de jongens gedaan. Zodat we een beetje door konden lopen van wat willen we met het team, welke afspraken maken we. En wat we wel hebben geleerd is dat we eigenlijk ook afspraken moeten maken over de tijd die erin wordt gestoken. Dus we hebben gewoon heel expliciet gezegd hoeveel tijd er in Rocket League moet worden gestoken elke week. En dat is in dit geval minimaal 15 uur. We hadden dat op 20 uur, maar er is iemand die heeft een vriendinnetje in een andere stad, dus die kon in het weekend dan niet gamen, dus vandaar dat we het na 15 uur hadden gedaan. We hebben minstens 3 dagen beschikbaar voor training en nog een dag dat we een wedstrijd gaan spelen. Dus in totaal spelen de jongens 4 wedstrijden, of 4 keer per week met z'n drieën. En vervolgens gaan we op zoek naar een substitute. Dat heb je in de vorige video al gezien. Dat wij op zoek gaan naar mensen die mee willen doen. De inschrijvingen staan nog steeds open. Zorg er wel voor dat je ongeveer champion bent. Want anders dan gaan we je aanmelding niet serieus nemen. Omdat ons team nu op Grand Champion of Champion 2-3 zit. Dus anders dan is het de moeite natuurlijk niet waard. We gaan tactische sessies doen, we gaan naar LAN parties, we gaan alles doen. Maar het allerbelangrijkste was natuurlijk dat ze de contracten gingen ondertekenen. En we hebben ook nog even shirtjes gepast. Dat is ook heel belangrijk, want jullie hadden misschien ook al gezien dat ik langs ben gegaan bij een shirtjesman. Die daar heel erg veel over weet. En ik heb een aantal van die shirtjes meegenomen. Die zij dan hebben gepast om te kijken welke maat of welke stof hun het beste uitkomt. Uiteindelijk zijn we gegaan voor deze, de Tri-Blend. Het is een shirtje wat heel veel wordt gebruikt bij crossfit dingen en dat soort dingen. Het wordt een donkerblauw shirtje en er komt een Power Limited logo op. Ik kreeg al een aantal vragen van mensen die het misschien ook wel tof vinden om zo'n shirtje te hebben. Ik zit eraan te denken om er gewoon meer te laten maken, maar dan moeten we natuurlijk wel zeker weten of er meer mensen zijn die het tof vinden om zo'n shirtje te hebben. Wil je natuurlijk wel even weten hoe die eruit ziet, gaan we de komende tijd mee aan de slag. Dus hou Pupetrel in de gaten. Dat is in elk geval heel tof. Ze hebben tijdens een livestream ook nog gegamed. Het ging niet perfect, maar goed, alle begin is moeilijk. Team Power Limited is back on track en we gaan ervoor zorgen dat we de komende tijd de ladders bestijgen, de kampioenschappen aan elkaar gaan rijgen en Team Power Limited op de kaart gaan zetten.